We zijn op de regio bijeenkomst in Breda, die is net geëindigd. En deze twee dames die komen net naar mij toe en bedanken mij voor de zinnige bijeenkomst. En waarom was het zinnig? Ik vond het heel zinnig. Het heeft bijgedragen aan informatie delen. En niet alleen via de website, maar gewoon discussie onderling en met jullie als professionals. En wat heeft u daaraan gehad? Waarom was dat voor u nuttig of prettig? Omdat ik nog niet zo lang cliëntenraadslid ben. Ja. En me nog niet helemaal alle onderwerpen eigen heb gemaakt. Ja. Dus zinnig om gewoon een beeld te krijgen, verdieping, inzichten, dat soort dingen? Ja, heel erg. En ervaringen van mensen uit alle streken uit deze regio te horen. Want waarom was dat handig? Een diversiteit aan verschillende kijken? Ja, diversiteit aan verschillende kijken op de, en vanuit de verschillende posities dat mensen hier waren. Het zijn geen functies, het zijn vrijwilligers. Ja. Functies. Maar... Ja. Mooi. En u? Nou, ik onderschrijf het volledig. En ik heb ook heel veel geleerd weer. Je stikt er gewoon weer heel veel van op. Maar ik onderschrijf het heel goed. Geweldig. Nou, hartelijk dank. Kunt u nog even vermelden wat uw reden was om hier te komen? Of uw achtergrond ook? Vanuit welke rol? Ik zit dan in de cliëntenraad als orgwaard. Maar wat was nieuwsgierigheid, benieuwdheid. We willen kennis nemen van. Dat is mijn grootste drijfveer. Kennis nemen weer van. En weer een opsteken willen leren. Ja. En inderdaad, de diversiteit en... de benadering vanuit verschillende kanten. Ja, heel erg interessant. Was de moeite waard om 3 kwartier te rijden? Heel erg waard. Oh, dat is mooi. Bij de eerstvolgende gelegenheid weer te doen. Oh, prachtig. Geweldig. En uw achtergrond nog even? Voordat ik cliëntenraadslid van Zorgwaard. Ja. Geweldig. Dank jullie wel. Oké, graag gedaan.